Ja, dit was een heel bijzonder concert. Dit was echt heel erg mooi. Dat is, eigenlijk was het niet eens een voorstelling. Het was een meditatie van drie heren. En met een hele mooie muziek erachteraan. North Sea Round Town is weer in volle gang en Open Rotterdam is erbij. Dit jaarlijks terugkerende stadsfestival duurt 2,5 week met 365 concerten op 125 locaties. Met als hoogtepunt het North Sea Jazz Festival in Ahoy. North Sea Round Town waait uit over de stad om neer te dalen in de hoeken en gaten van Rotterdam. Spreiding over de stad is voor het festival belangrijk. Wij fietsen een dagje mee met de jazzfietsroute van het festival door Zuid en bezochten de spoken word voorstelling Spress, waar de artiesten hun eigen buurt onder de loep namen. Deestraat, Lombokstraat, Timorstraat zijn geweken voor een nieuwe kaapverder. Maar het zijn wel 32 hier in huizen rijker. Sociaal, 0. 5.000 sociale huurwoningen moeten... Jazz kan alle kanten op. Het kan experimenteel, het kan old school, het kan new school. Het verandert, het volgt heel makkelijk. En spoken word, dat is een flow. En die twee, als die twee elkaar vinden, dan krijg je soms magische momenten. Dus waar spoken word soms in een golf gaat en muziek misschien af en toe wat rechter is, waar een hip-hop beat bijvoorbeeld gewoon heel erg hoekig kan zijn of heel erg op 1, 2, 3, 4 kan gericht zijn, is een spoken word, een spanningsboog, gewoon is een zin. Die zich herhaalt, zou het blijven verjagen. Alleen wordt nu alles in plaats van rijden verdwenen. Wat ik het meest naar voren wil brengen en wat voor mij het allerbelangrijkst is ook over de hardships die er spelen in mijn wijk. En dat gaat dus vooral over de gentrificatie, over het leeglopen van de wijken. Ik heb met buurtbewoners gesproken en hun verhalen aangehoord en dat op zo'n oprecht mogelijke manier heb ik dat verwerkt in een stuk over Zuid. De betrokkenheid bij de Rotterdamse wijken uit zich ook in het evenement Jazz Fietsen op Zuid, waarbij muzikale performances worden gehouden op bijzondere plekken in Rotterdam-Zuid, zoals een asielzoekerscentrum in Beverwaard, een boksschool in IJsselmonde en de Koja Tepe Moskee aan het Afrikanenplein. Wat ik ook heel erg mooi vind aan vandaag is dat je op locaties komt waar ik eigenlijk normaal niet zou komen. En zeker hier binnen zou ik nooit komen. En we hebben genoten. Ja, en nou ja, het was echt heel bijzonder. Muziek en daarbij een dans. En het was hypnotiserend. De moslims zijn gewend om standaard dingen. En jazz is toch buiten die standaard. Maar de draaiende derwisje is wel een aanknopingspunt. En ik weet zeker dat ook de moskeegangers de combinatie met draaiende derwisje en muziek, jazzmuziek, ook wel mooi hebben gevonden. Ja. Want zoals ik al zei, het draagt ook een beetje de liefde in zich. Hoe kan je iets niet mooi vinden als er liefde daarin zit? Op naar de volgende locatie van de jazzfietsroute. Een boksschool in IJsselmonde. We zijn nu vlak onder de Brie Noordbrug. En dit is een prachtig stuk wat echt heel authentiek is. En ik ben benieuwd wat er komt. Dansstuk en met Joachim met klassieke muziek. En wij zijn gevraagd, omdat het hier op deze locatie plaatsvond, om onze training zeg maar daarin te weven. We zijn eigenlijk meer dan een boksschool en dan ook een beetje een aparte boksschool. Want we maken muziek en we doen iets met koken en we doen allerlei dingetjes. Dus het past wel een beetje in jullie straat. Het past wel in ons straatje, ja. Hebben jullie zelf wat met boksen trouwens?
Nog niet. Het gaat er wel, dat wij, ja. We gaan wel les hier ja, ja, ik kom doen. Hier wel bij Ronald. Ja. Dit was alweer de allerlaatste aflevering over North Sea Roundtown 2019. Wil je alle afleveringen nog eens terugzien? Kijk dan op openrotterdam.nl.